Ik sluit me graag aan bij de mooie woorden van Marianne en Hans. Als vrijwilligersorganisatie is met name deze steun en vooral deze structurele steun van Valero over de afgelopen jaren toch de hoeksteen van onze organisatie geworden. Vrijwilligers kunnen ervan op aan dat als je hier komt als vrijwilliger, dat je goede training krijgt, dat je gekleed wordt en voorbereid wordt op de taken die je kan verrichten voor de maatschappij. Zoals we weten bij een gebouw zonder stenen valt het uit elkaar. Dit is echt de hoeksteen van onze organisatie. En we kunnen niet blijven benadrukken dat we zonder deze steun zou het Rode Kruis niet zo professioneel zijn als we vandaag zijn. En zou de bevolking echt daar minder voordeel bij hebben. En het gaat natuurlijk met name om de meest kwetsbaren in de samenleving. Daar staan wij voor klaar. 24/7 zijn vrijwilligers gereed om te helpen. En dat kan echt alleen maar als er ook natuurlijk een financiële ruggensteun is van de organisatie. Nogmaals dank. Wij zijn er klaar voor 2016. En u ziet ons al direct 2 januari op de straten. Getraind en klaar om u te helpen als het nodig is.